السلام عليكم ورحمة الله. جان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں نے کچھ عرصے سے وقتاً فوقتاً صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام Gezocht zegt, ik ben al een tijdje bezig om over de levens van de Sahaba van Hazrat Masih Maud al-Islam te vertellen. Vandaag ga ik ook aan de hand hiervan, dus in deze khutba, vertellen over de verhalen die gaan over de Royal Kushuf. Het doel hiervan is om te laten zien dat Hazrat Masih Maud al-Islam een waar persoon was en om het geloof van de mensen in Hazrat Masih Maud al-Islam te versterken. En opdat wij het soort contact hebben met Allah dat Hazrat Masih Maud al-Islam wilde zien en waarvoor hij gekomen was. Hazur zegt, ik wil proberen om niet in herhaling te vallen. Dus wat betreft de verhalen. Het kan echt gebeuren dat jullie sommige verhalen in eerdere khutbas van mij hebben gehoord. Hazur zegt, het eerste verhaal gaat over het leven van Hazrat Sardar Karamdad Sahib, radiyallahu ta'ala anhu. Hij heeft bayt gedaan in 1902... en in hetzelfde jaar heeft hij Hazrat Masih Maud al-Islam bezocht. Hij vertelt, voordat ik bayt had gedaan, zag ik Hazrat Masih Maud al-Islam in mijn droom. Het zag er als volgt uit. Er is een weg, er is een lange weg. Op deze weg zijn de heilige profeet, vrede zij met hem, en Hazrat Masih Maud al-Islam aan het wandelen. Van de andere kant kom ik aangelopen, dus Hazrat Sardar Karamdad Sahib. Ik kom van de andere kant aangelopen. De heilige profeet, vrede zij met hem, wijst naar mij met zijn vinger en zegt, deze man komt van God. Deze man komt van God. Deze man komt van God. Hij zegt het 3 keer, totaal. Sardar Karamdad Sahib zegt, toen ik in 1902 in Qadian Darul Aman bayt had gedaan, zag Hazrat Masih Maud al-Islam precies hetzelfde uit als in mijn droom. Hazrat Karimuddin Sahib, radiyallahu ta'ala anhu, die in 1896 bayt had gedaan. Hij zegt, op de helft van het jaar 1896, dus ergens in juni, juli 1896, had ik een droom. In die droom zag ik Hazrat Masih Maud al-Islam rijdend op een kameel naar mij toe komen. Hij was alleen. Tussen ons lag een akker, een soort akker waarin nog grote hoopjes aarde lagen. Hij kwam door de akkers naar mij toe. Hij schudde met veel liefde mijn hand. Maar nog voordat het gebeurde, kwam er een Sufi pier naar mij toe. Een soort geleerde. Ik stak mijn hand uit en deze geleerde. Maar ik stak mijn hand uit naar deze geleerde. Maar hij schoof mijn hand opzij en zei tegen mij, kom mee, ongelovige. Hoewel in de islam gebruikelijk is elkaar te begroeten met assalamu alaikum, zei deze geleerde dat niet. Hierna ontmoette ik Hazrat Masih Maud al-Islam. Hazrat Karimuddin Sahib vertelt ook, in een andere droom zag ik Chaudhry Nabi Baksh Sahib. Hij was een medewerker van de politie die bayt had gedaan. En ik zag dat hij openbaringen kreeg van God. De politie van vroeger was heel anders dan nu, vertelt Hazur. De politie in Pakistan en India, ze hebben tegenwoordig niks te doen dan omgekocht te worden en corruptie. Vroeger waren ze veel geloviger en hadden ze veel contact met God, vertelt Hazur. Hij zegt, ik zag dus dat deze medewerker openbaringen kreeg van God. Ik vertelde wat ik gedroomd had aan een goede vriend van mij, Sayyid Muhammad Ali Shah Sahib. Hij antwoordde hierop, val me niet lastig.
Maar later, toen ik terugkeerde van het Fajr-gebed en toen de zon opkwam, zag ik Sayyid Muhammad Ali Shah Sahib en Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib. Ik zag dat ze een vel papier hadden met daarop een aantal woorden. Mijn vermoeden was dat op het vel papier een openbaring stond die Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib had gekregen en dat zij die aan het onderzoeken waren en de woorden in de juiste volgorde aan het zetten waren. Mijn vermoeden was dat dit een openbaring was die zij probeerden te begrijpen. Ik richtte me tot hen en zei: ik dacht dat iemand had gezegd om je niet lastig te vallen. Wat ben je nu aan het doen? Waar ben je mee bezig? Sayyid Muhammad Ali Shah Sahib antwoordde met: mensen maken mij belachelijk. Mensen lachen me uit. Daarom zeg ik niks. Op dat moment realiseerde ik me. Dit zegt Hazrat Karimuddin Sahib. Op dat moment realiseerde ik me dat als de volgelingen van de beloofde Messias openbaringen krijgen, dat het betekent dat Hazrat Masih Maud al-Islam de ware Messias al-Mahdi is. Hij vertelt: ik was op dat moment 16 jaar oud. Ik had geen boeken gelezen van de beloofde Messias en ik had ook geen interesse om het verder uit te zoeken. Want ik was toen nog maar een kind. Ik had ook geen godsdienstige kennis, vertelt hij. Ik had de Koran gelezen, maar zonder vertaling. Mijn algemene kennis was ook heel gering. En ik had maar tot de middelbare school gestudeerd. Hij vertelt: ik was op dat moment een assistent van de Pakistanse provincie Sindh. Assistent-leraar van de Pakistanse provincie Sindh. Hij vertelt verder: in een andere droom zag ik dat ik in de maand september of oktober van hetzelfde jaar zou komen te overlijden. Ik wachtte en wachtte. Het moment van mijn overlijden kwam steeds dichterbij. Hij zegt: ik verwachtte dat ik echt in een van deze twee maanden zou overlijden, omdat de dromen die ik hiervoor had gehad allemaal waren uitgekomen. Daarom hield ik ook rekening met het feit dat deze droom ook uit zou komen. Ik zou nog in leven blijven tot september of oktober. De maanden gingen voorbij en ik was niet overleden. Dus ik richtte me weer tot Sayyid Muhammad Ali Shah Sahib en zei: u zult boeken blijven lezen en u zult tevreden zijn. Sayyid Muhammad Ali Shah Sahib had geen bed gedaan, maar hij had veel contact met Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib. Hazrat Karimuddin Sahib zei tegen Sayyid Muhammad Ali Shah Sahib: u mag boeken blijven lezen. Ik weet niet wanneer u overtuigd zal zijn, maar ik ga bij het doen. Hij vertelt: ik begon te lopen richting Qadian. Toen ik daar aankwam, liep ik een beetje rond. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Op een dag kwam ik Hakim Fazaldin Bhirvi Sahib tegen. En ik zei tegen hem: ik wil bij het doen. Hakim Sahib zei: ik dacht dat je zomaar een jongen was die doelloos rondliep, die verdwaald was. Hierna deed ik een verzoek aan de beloofde Messias om de bed af te nemen. De beloofde Messias willigde dit verzoek in. Hij nam mijn hand in de zijne en nam me mee, waarna ik bed deed. De beloofde Messias zag er precies zo uit als hoe ik over hem had gedroomd. Dat Karimuddin Sahib vertelt: God heeft me een groot plezier gedaan. Ik was verdwaald. Ik zou niet weten waar ik zou zijn zonder de beloofde Messias en God. Hij vertelt: mijn naam stond op nummer 68 en 69 in de Ashab-e Badr. Dit is de lijst die in een boek staat genaamd Anjam-e Atham. Hierna gaat het door verder met het verhaal van Hazrat Mia Alatta Sahib. Hij vertelt: ik heb in het jaar 1900 bed gedaan
En in 1905 zag ik de beloofde Messias van dichtbij. Hij zegt, ik woon in Zilla-Hoshiarpur. En toen er een zonsmaanverduistering plaatsvond, had ik de leeftijd van 10 jaar. Ik had op dat moment de Koran en Nawal gelezen samen met mijn leraar. In 1897 en 1898 kwam het nieuws van de beloofde Messias al in ons dorp. Er gingen geruchten dat de beloofde Messias in Zilla Gurdaspur in Qadian was aangekomen. Dit nieuws had zich verspreid via Sheikh Shahabuddin Sahib. Hier werd de komende 2 à 3 jaar over gesproken in het dorp. Hij vertelt, in het jaar 1900 zag ik de beloofde Messias in mijn droom in Qadian. Ik was zelf nog niet in Qadian geweest, maar deze droom stelde me gerust. Ik had Qadian ook nog nooit eerder gezien, maar in mijn droom zag ik Qadian, alsof ik er eerder was geweest. Ik dacht toen bij mezelf, het is in mijn voordeel dat ik zo snel mogelijk bij het doe. Ik ging naar Qadi Shahdin Sahib met een kaart die ik had gekocht voor 1 cent. Ik zei tegen hem, ik heb de beloofde Messias gezien en ik ben overtuigd. Dien een schriftelijk verzoek voor bijt in bij de beloofde Messias namens mij en onderteken deze met een duimafdruk. Qazi Shahdin Sahib antwoordde, heb nog even geduld. Over een paar dagen sturen wij een lijst met de namen van iedereen die bij ons wil doen. Voor zover ik weet stonden er 40 namen op de lijst, waaronder ook mijn naam. Hierna het verhaal van Hazrat Din Muhammad Sahib. Hazrat Din Muhammad Sahib vertelt, ik heb in 1902 bijt gedaan en in 1904 zag ik de beloofde Messias. Hij vertelt, ik dacht dat ik in 1902, of ik werd in 1902 ziek van de buikgriep. Rond de tijd dat ik ziek werd, was mijn vader in de Indiase stad Calcutta om daar te werken. In mijn dromen was ik in Qadian. Naar Qadian gaan was nog nooit in mij opgekomen. In een droom zag ik een kleine kamer. Op de grond lag een soort kleed en er waren 4 ramen. In elke hoek van het huis 1. Of in het hoek van elke kamer 1. Onder elk raam was in de muur een soort venster gegraveerd. In elk venster lag een flesje met inkt. De beloofde Messias wandelde door de kamer en schreef een betoog. Als hij langs de raam liep, vulde hij zijn pen bij met inkt. Ik liep vervolgens naar de deur, klopte aan en riep, assalamu alaikum. De beloofde Messias antwoordde met, wa alaikum assalam, kom binnen zoon, je bent gekomen. Ik zei, ja, ik ben gewoon gekomen. De beloofde Messias antwoordde, de dag na morgen zou je beter zijn. Hij vertelt, veel mensen, of je vader heeft veel macht, hij zal je veel geld zeren. Toen ik wakker werd, legde ik deze droom voor aan Hazrat Sayyid Bahawal Shah Sahib, mijn leraar. Op mijn aandringen schreef hij een brief met daarin het verzoek voor bed. Deze brief heb ik nog steeds in mijn bezit, vertelt Hazrat Din Muhammad Shah Sahib. In de volgende droom ging ik weer naar Qadian, naar de beloofde Messias. Zoals voorheen zei de beloofde Messias, kom binnen zoon, je bent gekomen. Ik antwoordde weer, ja, ik ben gewoon gekomen. De beloofde Messias zei vervolgens, je zult een zoon krijgen. Het zal een bijzonder kind zijn. En hij zal een zwarte vlek hebben op een van zijn dijen. Toen ik wakker werd, legde ik deze droom weer voor aan Hazrat Sayyid Bahawal Shah Sahib. 3 dagen gingen voorbij en ik werd inderdaad beter. Ik voelde me alsof ik nooit ziek was geweest. Een paar dagen daarna stuurde mijn vader mij 30 rupees op. Toen de tijd was dat, waren 30 rupees nog heel veel.
Hierna voelde ik liefde voor de beloofde Messias en ik kon niet wachten om bij te doen. Mijn ouders waren echter stiekem tegen, maar dat lieten ze niet blijken. In 1904 ging ik alsnog naar Lahore en deed ik bijt. Na de bijt verbleef ik 5 dagen in het gezelschap van de beloofde Messias. Hierna vertelt hij, er was een molwi die als een aap in een boom klom en veel onzin uitkraamde over de beloofde Messias. Hierna vertelt Hazur het verhaal van Hazrat Hafiz Ibrahim Sahib. Hafiz Ibrahim Sahib vertelt, ik heb in 1899 schriftelijk bijt gedaan. In 1900 heb ik bijt gedaan op de hand van de beloofde Messias. Een paar jaar hiervoor had mijn vader me al eens op pad gestuurd om bijt te doen, maar ik keerde steeds terug naar huis zonder bijt. Hierna had Hazrat Sayyid Bahaul Shah Sahib, was een goede vriend van mij, ook bijt gedaan. Hij las mij alle boeken van de beloofde Messias voor die er maar waren. In dezelfde tijd zag ik in een droom dat de heilige profeet, vrede zij met hem, was gekomen. Ik vroeg aan hem, de man die beweert de beloofde Messias en Mahdi te zijn, is hij dit werkelijk? De heilige profeet antwoordde met ja. Ik vroeg aan de heilige profeet, zweert u het? De heilige profeet zei hierop, ik hoef niet te zweren. Ik ben de vertrouwde, op aarde en in de hemelen. De volgende ochtend diende ik schriftelijke verzoek in voor bijt bij de beloofde Messias. In de brief schreef ik assalamu alaikum van de heilige profeet, vrede zij met hem. In het jaar 1900 ging ik naar Qadian en deed ik bijt aan de hand, op de hand van de beloofde Messias. Hierna vertelt Hazur het verhaal van Hazrat Munshi Barkat Ali Sahib. Hij vertelt, in 1901 heb ik bijt gedaan en de beloofde Messias ook gezien. In het begin van 1901, toen de bevolking van het land werd geteld, plaatste de beloofde Messias een soort oproep in de lokale krant. Hierin stond, degenen die in mij geloven, kunnen zich laten registreren als Ahmadis. Het doet er niet toe of je wel of geen bijt hebt gedaan. Op dat moment kreeg ik zo'n goede indruk van hem, dat ik begon met het betalen van kleine chandas. Maar hoewel ik geen bijt had gedaan, liet ik mij registreren als Ahmadi. Hij vertelde daarna, in een droom zag ik de beloofde Messias. Het was toen 4 uur in de ochtend, toen ik erachter kwam dat de beloofde Messias in de kamer naast mij was met de Ahmadis. Om hem te ontmoeten ging ik ook naar de kamer. Eenmaal aangekomen begroette ik hem met assalamu alaikum. De beloofde Messias zei, of de beloofde Messias antwoordde met wa alaikum assalam. En daarna zei hij, Barkat Ali, wanneer kom je naar ons? Ik zei, binnenkort, ik kom wel. De beloofde Messias zat toen op een bed. Ik herinner me nog dat hij schaarse kleding aan had. Zijn lange haren lagen open en zijn buik was zichtbaar. Een paar dagen na deze droom deed ik schriftelijk bijt. Ik herinner me deze droom alsof het echt gebeurd was. Op de volgende Jalsat Salana deed ik bijt aan de hand van de beloofde Messias. Het viel mij toen op dat hij hetzelfde uitzag als in mijn droom. Een korte tijd hierna verbleef ik per toeval in hetzelfde gasthuis als waarin Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib op dit moment woont. Hij vertelt, ik zat toen op een bed. Ik zag dat de beloofde Messias op het randje van het dak kon zitten. Hij had gedoucht en zag er weer hetzelfde uit als in mijn droom.
Zijn lange haren lagen open. Hij had schaarse kleding aan en zijn buik was zichtbaar. Ik was van overtuigd dat God me deze droom had laten zien. Voor mijn eigen voordeel. Hazrat Gherdin Sahib, die in 1906 bijt had gedaan, vertelt: in mijn slaap hoorde ik een stem uit de hemelen. Er werd gezegd dat Nuruddin onder de engelen bekend stond als Abdul Basit. Ik legde deze droom voor aan Hazrat Hakim Nuruddin Sahib. Hij antwoordde lachend: ik wist niet dat ik Abdul Basit heette. Hazrat Gherdin Sahib vertelt over Hazrat Geliefde Masih II. Wanneer Hazrat Geliefde Masih II werd beëdigd en zijn eerste toespraak hield in de moskee Aqsa, had hij last van de zwelling op zijn dijbeen. Er werd toen een stoel voor hem gehaald. Toen hij zijn toespraak begon, zat ik op de trap pal voor hem. De moskee zat overvol en ik was toen op dat moment enthousiast. Ik zag dat het licht van de zon verdween en er een ander soort licht in de plaats kwam. Dat licht gaf een onbeschrijfelijk genot. Ik zag voor mij dat de moskee, samen met de mensen die erin zaten, verdween. De geliefde bleef als enige over en hij scheen als een ster. Ik bleef kijken. Ik was nog slaperig, nog wakker. Ik zag dit als een hele bijzondere en bovennatuurlijke gebeurtenis. Na een tijdje begon alles terug te komen. De mensen, de moskee. Zoals ik de geliefde op dat moment zag, als een ster, zo bleef ik hem de komende 11 dagen zien. Hij vertelt waar ik ook naartoe ging, dat licht bleef bij me. Zo bleef ik, het geliefde van Masih II, zien. Buiten of binnen, op werk of thuis, waar ik ook was en waar ik ook naartoe ging, zag ik dat licht voor me. Dit hield 11 dagen aan en zoiets had ik nog nooit gezien, nog gehoord. Dit alles was een zegen van de beloofde Messias, omdat zelfs mensen zoals ik zulke bijzondere en bovennatuurlijke dingen zo lang achter elkaar konden meemaken. Deze gebeurtenis wordt als volgt verteld in de Koran. Hun licht zal voor hen en aan hun rechterhanden schijnen. De tweede vers luidt als volgt. Degene die in deze wereld dit licht niet krijgt, krijgt het ook niet in het hiernamaals. Hazrat Gherdin Sahib zegt, ik had het gevoel alsof God mij vertelde dat zijn geliefde het de gekozen mensen was die ten alle tijden in het licht blijven. Hazrat Qazi Muhammad Yusuf Sahib, die in januari 1902 schriftelijk bijt had gedaan en in december 1902 aan de hand van de beloofde Messias, hij vertelt: ik zag dat God 2 engelen had aangewezen om mij te beschermen. De ene heet Muhammad Sadiq en ziet eruit als mijn vader. De andere heet Ghulam Samdani. De engelen materialiseren in moeilijke tijden. Mijn vader zei tegen me: reciteer de vers Alhamdulillah Rabbil Alameen minstens 2 keer. Ik reciteer nu Alhamdulillah Rabbil Alameen 2 keer in elk gebed. Hazur zegt, om goed in contact te blijven met God en om problemen op te lossen, om oplossingen te vinden voor onze problemen, moeten wij zoveel mogelijk Surah Fatiha lezen. We moeten elk woord dat we van Surah Fatiha moeten we menen met ons hart. We moeten goed letten op elk woord.
Hierna vertelt Hazur het verhaal van Hazrat Muhammad Fazil Sahib, die of aan het eind van 1899 of aan het begin van 1900 bed had gedaan. Hij vertelt, volgens de normen en waarden van zijn omgeving, was hij gewend om tijdens het gebed zijn handen onder zijn navel te houden. Hij zegt, ik was echter niet zeker of dit de juiste manier was van bidden. Ik twijfelde ook of ik Surah Fatiha moest herhalen nadat de imam deze had gereciteerd. Hij zegt, ik twijfelde erg over deze twee dingen. Ik was niet tevreden over waar de handen werden gehouden tijdens het gebed. Ik voelde dat het niet goed was. Moest ik ze onder mijn navel houden? Moest ik ze boven mijn navel houden? Of waaronder? Moest ik de Surah Fatiha herhalen? Of juist niet? Verdwaald in deze gedachte viel ik in slaap, zegt hij. Ik droomde dat ik naar de moskee Aqsa ga en via de trap omhoog loop naar binnen. Op de plaats voor de ingang, waar iedereen zijn schoenen uitdoet, staat een soort plant. Hij zegt, ik loop verder naar binnen en ik zie dat er een stevig graf is, met aan de zijkant een vijver. In de moskee staat een groep mensen te bidden, met hun handen op hun borst in plaats van onder hun navel. Hazrat Masih Maud al-Islam is de imam. Hij zegt, ik zag een lege plaats tussen de mensen en ik ging daar staan. Ik zette mijn handen op mijn borst en begon met het reciteren van Surah Fatiha. Ik was klaar met bidden. Ik zei Amin. Op dat moment werd ik wakker. Op deze manier was mijn probleem opgelost en mijn twijfels waren weg. Ik wist dat de juiste manier van bidden het handen op de borst houden en Surah Fatiha herhalen waren. Hierna vertelt Hazrat Gerdin Sahib weer. Ik zag in een droom dat Hazrat Masih Maud al-Islam mensen had uitgenodigd voor een diner. En Hazrat Umm al-Mu'minin was het diner aan het bereiden. Hazrat Masih Maud al-Islam hield toezicht. Hij zegt, toen ik voor Hazrat Masih Maud al-Islam verscheen, zei hij, geef deze man rijst te eten. Hazrat Masih Maud al-Islam zei dus, geef deze man rijst te eten en ik kreeg een bord met rijst. Hazrat Gerdin Sahib zegt, en er is nog iets, maar ik weet niet zeker of het in dezelfde droom gebeurde, of in een droom, of in een andere droom. Maar hij zegt, ik weet nog heel goed wat het was. Hazrat Masih Maud al-Islam zei, geef deze man een tuniek om te dragen. Een soort hemd. Onmiddellijk hierna keek ik naar mezelf. Ik zag dat ik een hele mooie witte tuniek aan had. Ik had geen idee wanneer ik deze had aangetrokken of waar, maar ik had hem aan. Hij zegt, tot op de dag voel ik deze tuniek op mijn lichaam. In een andere droom zag ik een persoon waarvan ik dacht dat hij metgezel was van de heilige profeet, vrede zij met hem. Toen ik wakker werd, kwam ik erachter dat deze droom verwees naar een gedicht van het Masih Maud al-Islam. De persoon waarover ik droomde had een grote kleed met een rode rand over zich heen. Ik liep naar hem toe en vroeg, waar heb je dit kleed vandaan? Waarop de persoon antwoordde, ik heb dit kleed gekregen van de heilige profeet, vrede zij met hem. Ik antwoordde daarop, maar de heilige profeet, vrede zij met hem, is al bijna 1400 jaar geleden overleden. Hij zei, ik heb dit kleed van de heilige profeet, vrede zij met hem, gekregen, of ik heb het zelf gepakt. Ik vroeg toen, vertel mij, wie beschermt het huis van de heilige profeet, vrede zij met hem? De man antwoordde, de jongens van de moskee beschermen het huis van de heilige profeet, vrede zij met hem. Ik vroeg, hoe gaat het met de vrouwen van de heilige profeet, vrede zij met hem. De persoon antwoordde, wat bedoel je daarmee? Een van zijn vrouwen is naar Delhi gegaan. Hazrat Gerdin Sahib zegt, dat hij toen hij dit droomde, dat hij niet wist dat Hazrat Umm al-Mu'minin uit Delhi kwam.
Hij voelde toen dat God hem zowel geestelijk als lichamelijk had zekergesteld dat het in de Koran stond. En wel onder de vers en onder anderen onder hen, die nog niet een van hen zijn. Gerdin Sahib zegt, in een andere droom zag ik de moskee Aqsa in Qadian en de Kaaba. Ik zie dat ze hetzelfde eruit zien. Echt precies hetzelfde. Ik kon niet zeggen welke van de twee de moskee Aqsa was en welke de Kaaba. Ik kon ze niet onderscheiden. Het uiterlijk van deze twee zat ingegraveerd in mijn geheugen. Ik dacht bij mezelf, zal ik nou deze moskee de Aqsa moskee noemen of de andere? Op dat moment werd ik wakker en realiseerde me dat deze droom over de hiervoor genoemde vers uit de Koran gaat. Hazrat Hakim Ata Muhammad Sahib, die in 1901 bijt had gedaan en in hetzelfde jaar de beloofde Messias had gezien. Hij vertelt, na mijn bijt bleef ik een paar dagen in Qadian. En met de toestemming van de beloofde Messias keerde ik terug naar Lahore. Hier ontmoette ik Soufi Ahmadine, die mij voorstelde aan diverse groepen van de Ahmadiyya moslims. Een korte tijd hierna zei een man tegen mij met veel liefde, Muhammad Saab is teruggekeerd naar Qadian. Ik was heel verrast toen ik dat hoorde. Ik had pas bijt gedaan en ik bidde tot God. O God, is het geloof van deze jamaat zo sterk dat Muhammad is teruggekeerd? Hoe kan Mirza Saab Mohammed zijn? Ik zag in een droom dat Hazrat Masih Maud al-Islam ergens staat, wanneer een engel uit de hemel neerdaalt en mij vraagt, wie is dit? Ik zeg, dit is Mirza Saab. Toen ik zag dat het licht van de heilige profeet, vrede zij met hem, neerdaalde uit de hemel en neerkwam op Mirza Saab en zijn gezicht deed stralen. De engel vroeg weer, wie is dit? Ik antwoordde, eerst was het Mirza Saab, nu is hij Mohammed geworden. Het is Mirza Saab, die is gekomen om de boodschap van Mohammed te verspreiden. Hazur vertelt het verhaal van Hazrat Sheikh Afdal Saab, die in 1905 bijt had gedaan. Hij vertelt, toen ik 12 jaar oud was, hadden mijn ooms Hakim Sheikh Ibadullah Sahib en Sheikh Karamullahi Sahib bijt gedaan aan de hand van Mirza Sahib. Hij zegt, ik had niet gedroomd over Mirza Sahib, nog had ik zijn foto gezien. Hij vertelt, ik zag in een droom dat mijn lichaam geen kracht meer had, maar ik kon nog wel kijken met mijn ogen en denken met mijn hersenen. Ik zie dat voor mij een oude wijze man zit. Achter hem zie ik een paar gezegende paar voeten. Ik dacht met mijn hart, deze persoon die voor mij zit, is Mirza Saab. En de voeten die ik achter hem zie, zij van de heilige profeet, vrede zij met hem. Op dat moment werd ik wakker. Ik zag toen Murtaza Khan Saab, die toen in de Lahore Jamaat zat. En ik legde hem deze droom voor. Hij vertelde mij, je zult de gehoorzaamheid van de heilige profeet, vrede zij met hem, krijgen via de beloofde Messias. Zodoende, ik zweer op God. Toen ik in 1905 bijt ging doen, was Mirza Saab degene die voor mij zat in mijn droom. Op deze manier zet God iedereen op het juiste pad, vertelt het door. Hazrat Sheikh Afdal Saab vertelt, toen ik 15 jaar oud was, zag ik de hemel en hel in mijn droom. Toen ik uit de hemel naar buiten ging, kwam er een man naar me toe. Hij zette zijn hand op mijn schouder en vroeg aan me, jongen, waar ben jij? Ik antwoordde niet. Ik vroeg, wat is de waarde van het huis? Dus het huis waar hij uit kwam lopen in de hemel. Ik vroeg, wat is de waarde van dit huis? De man zei, al wordt jouw huis 100 keer verkocht, het zal nooit de waarde krijgen van ook maar één steen van dit huis. Ik werd wakker en ik zweer op God als ik zeg dat toen ik in 1905 bijt ging doen, Mirza Saab dezelfde man was die ik in mijn droom zag, die aan de poort van de hemel stond.
Hazrat Muhammad Fazil Sahib verteld. Ik ging naar de moskee die in de buurt was van mijn huis. Na het bidden viel ik daar in slaap. In mijn droom zag ik dat ik op een gebedskleed zit. En Mirza Sahib die komt naar me toe en gaat aan het begin van het gebedskleed zitten. Hij wrijft met zijn duim op mijn rechterhandpalm en zegt, ben je al een beetje op kracht? Muhammad Fazil Sahib zegt, ik voelde de energie door mijn lichaam gaan. Ik zei, ja Hazoor, ik ben op kracht. Toen werd ik wakker. Hazrat Muhammad Fazil Sahib vertelt ook, in een droom zag ik dat ik in Qadian was aangekomen. Ik ga naar de moskee Mubarak en zie Mirza Sahib in een hoek zitten. Het licht scheen fel in de moskee en ik ging voor Mirza Sahib zitten. Op dat moment kreeg ik een bord met rode halwa uitgereikt van de beloofde Messias. Hij zei tegen me, eet dit op. Ik at het onmiddellijk op. Ik vond het lekker en op dat moment werd ik wakker. Hierna vertelt Hazur het verhaal van Hazrat Hafiz Jamal Sahib, die in 1908 de bed had gedaan. Hafiz Jamal Sahib vertelt, mijn vrouw zei tegen me dat ze in haar hart twijfels had over de beloofde Messias. Ze zegt, er waren op dat moment vele andere peers, maar waarom achten wij de Mirza Sahib de ware en alle anderen niet? Mijn vrouw droomde die nacht dat de heilige profeet vrede zij met hem, de arm van de beloofde Messias vast heeft en zegt, een ieder die hem niet accepteert is kafir. Op dat moment was mijn vrouw overtuigd. Hierna vertelt Hazur het verhaal van Hazrat Mia Zahuruddin Sahib, die in 1905 bed had gedaan. Hij vertelt, voordat Hazrat Masih Maud beweerde de beloofde Messias en Mahdi te zijn, had mijn schoonvader Qazi Ahmed Sahib bed gedaan aan de hand van Hazrat Munshi Ahmed Jan Sahib. Na het overlijden van Hazrat Munshi Ahmed Jan Sahib ging mijn schoonvader naar de tempel van Hazrat Mujaddid Al-Fasani Sahib en verrichtte daar vele gebeden. Op een dag zag mijn schoonvader Hazrat Mujaddid Al-Fasani Sahib in een visioen en hij vroeg aan hem, Qazi Sahib, wat wilt u? Mijn schoonvader antwoordde, mijn spirituele leider en mijn mentor is overleden. Toen hij dit hoorde, verdween het gezicht van de Mujaddid Al-Fasani Sahib. De visioen was weg. Qazi Sahib keerde terug en een paar dagen later ging hij weer naar de tempel. Mujaddid Al-Fasani Sahib kwam weer terug in de visioen en vroeg weer aan Qazi Sahib, wat wilt u? Onmiddellijk hierna zei Qazi Sahib, moet ik naar Mirza Ghulam Ahmad Qadiani gaan? Mujaddid Sahib zei, maar daar zult u geen voldoening vinden. Na dat gezegd te hebben, verdween hij weer. Een paar dagen hierna ging Qazi Sahib naar Qadian en verbleef in het gezelschap van de beloofde Messias. Hij zegt, het genot dat ik ervoer in het gezelschap van Munshi Ahmad Jan Sahib, ervoer ik niet bij de beloofde Messias. Hij zegt, ik ging vaker naar Qadian en ik verbleef daar elke keer een week. Na de vroege jaren van de beloofde Messias gezien te hebben, was Munshi Ahmad Jan Sahib gestopt met het afnemen van bijt. Iedere keer als iemand naar hem toe ging, of iedere keer als iemand naar hem toe kwam voor bijt, zei hij, ga naar Qadian en ontmoet Mirza Ghulam Ahmad Sahib. Munshi Jan Sahib overleed in 1885. Voor zijn overlijden zei hij over de beloofde Messias, wij gaven een druppel water aan de scheppingen van God, maar hij was een persoon van grote moed die de fontein volledig had geopend voor een ieder die wilde drinken om zijn dorst te verzadigen. Hij reciteerde ook dit gedicht, wij zijn patiënten, wij letten alleen maar op jou, word de Messias voor God. Hij richtte dit gedicht aan de beloofde Messias. Voordat de beloofde Messias naar Ludhiana vertrok, zei Munshi Jan Sahib tegen zijn volgelingen, de beloofde Messias komt naar Ludhiana. Wij zullen ook afreizen naar het station om hem te ontmoeten en hem te begroeten. Ik zal wijzen naar de persoon
waarvan ik weet dat hij de beloofde Messias is. Een van zijn volgelingen zei, maar als hij hem nog nooit heeft gezien, hoe gaat hij hem dan aanwijzen? Hierop antwoordde hij, in de Ahadis staat hoe hij eruit ziet. Toen Hazrat Masih Maud al-Islam op station Ludhiana arriveerde en tussen de menigte liep, richtte Munshidan zich naar de volgelingen, terwijl hij wees naar de beloofde Messias. Dit is de beloofde Messias en Mahdi, zei hij. Toen de beloofde Messias naar Munshidan Sahib toekwam, begroette hij hem met assalamu alaikum en schudde hij zijn hand. Qazi Sahib zegt, ik zag de toewijding en de liefde van Munshidan Sahib naar de beloofde Messias. Toen heb ik bijt gedaan aan de hand van de beloofde Messias, op de hand van de beloofde Messias. Mijn eerste indruk van zijn moslims was niet goed. Maar naarmate ik meer tijd met hem en zijn moslims doorbracht, werd alles indrukwekkender. Hazur zegt, mogen God ons in staat stellen om in de voetstappen te treden van deze mensen, van deze sahaba. En mogen God ons begeleiden, zodat wij onze levens kunnen leiden op de manier waarvoor de beloofde Messias was gekomen. Alleen bijdoen is niet genoeg, vertelt Hazur. We moeten allemaal een soort connectie hebben met God. Contact hebben met God. Tot zover de verhalen over de sahaba. Hazur zegt, ik vraag jullie regelmatig om te bidden voor onze broeders, voor onze Ahmadi-broeders in Pakistan. Vandaag wil ik weer jullie aandacht hiervoor. Hazur vertelt, in Pakistan wordt het leven van Ahmadis letterlijk tot een hel gemaakt. Als iemand naar de autoriteiten gaat, wordt er gezegd dat alles normaal is, niks aan de hand volgens hem. Op deze arrogantie kan men alleen inna lillahi zeggen. Hazur zegt, zeker is God het middelpunt van onze aandacht en mensen zijn onwetend over de macht van God. Mensen denken over ons, het is maar een of andere jamaat, we kunnen ze behandelen hoe we willen. Echter, het is ons werk om te buigen voor de macht van God. Hier moeten we voor zover mogelijk onze aandacht aan besteden. Wij moeten hierin absoluut niet tekortschieten, vertelt Hazur. De afgelopen dagen zijn op een Ahmadi begraafplaats in Lahore 15 man binnengedrongen. Ze bonden de beheerder en zijn familie vast en sloten hen op, hielden hen onder schot in hun eigen huis. Vervolgens vernielden ze 120 grafstenen en onteerden ze de graven. Zelfs de overledenen zijn niet veilig voor zulke beesten. Echt, die begraafplaatsen zijn niet meer veilig. Aangifte doen bij de politie ging ook met heel veel moeite. En we werden niet serieus genomen. Dit kwam omdat ook een paar ambtenaren deel uitmaakten van de groep die de begraafplaatsen waren binnengedrongen. Hazur vertelt, onlangs kreeg ik nieuws uit de stad Quetta, waar een jonge Ahmadi, genaamd Maksoud Ahmed, is gestorven als een shahid. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hazur zegt, ik kreeg dit nieuws net voor het vrijdagsgebed. De broer van Maksoud Ahmed stierf ook een maand geleden als shahid. Volgende week vrijdag zal ik inshallah een namaz doen voor alle shahid. Als ik alle namen heb ontvangen. Mogen God deze kwaadaardige mensen snel vergelden. Hazur zegt, zoals ik al eerder zei, moeten wij ons nu meer dan ooit naar hem richten. De jamaat moet hier goed gehoor aan geven. Hazur zegt, mogen God ons in staat stellen om dit te doen. Amen. افغان بھی محفوظ نہیں ہیں اور اس میں بظاہر شواہد ہی نظر آتے ہیں جس طرح پولیس کا بھی ہاتھ ہے پولیس کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے
کیونکہ بڑی مشکلوں سے ایف آئی آر درج کی گئی جب درج کرانے کی کوشش کی بڑے انکار کے بعد. اسی طرح شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج بھی کوئٹے میں ایک احمدی نوجوان کو جن کا نام مقصود احمد صاحب تھا شہید کر دیا گیا ہے. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے اطلاع ملی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال شہید مرحوم کے جب کوائف آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے ان کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. ان کے بڑے بھائی کو بھی ایک مہینہ پہلے کوئٹہ میں شہید کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ جلد تر ان دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا کام دشمنوں کے ہر کری اور ظالمانہ عمل پر پہلے سے زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنا اور اس کی مدد چاہنا ہے. اس کی طرف جماعت کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.